Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een goed nieuwe vlog van mij. En we beginnen onze vlog vandaag in de McDonald's. En ik zit lekker aan mijn Happy Meal. En hier hebben we Villa Kritza. In Düsseldorf. Oh. Beter ga je tegenover ons zitten. Ja, maar ik wil ook op zo'n lekkere bank zitten. Nee, ja. Oké, ik ga... Oh, kan. Oh, dat staat er helaas niet op, maar hij stoot even zijn kop tegen die lamp aan. Dan zou je denken, Kevin, wat ga je vandaag weer doen? Nou, we gaan vandaag naar de Efteling. We zijn er gisteren ook geweest op 9 pleinen, dus daar heb ik niet gevlogd. Jij bent echt een Mogol. Vandaag gaan we wel vloggen in de Efteling en op de kermis in Helmond. En dat wordt super leuk, want ik ga vandaag met Gino in een bungee. Mayo. En zoals jullie weten van de vorige vlog, vind ik dat doodeng. Maar dat wordt ook super vet. En dan gaat onze Chris gaan filmen, want Chris durft het. Je zit echt baas gevlucht mee. Maar dat is hij ook. Dus veel kijkers hier vandaag. Wij gaan lekker genieten van. Wij gelijk genieten van onze Happy Meal en dan van onze McDonald's Meal. Nee. Zo, lekker gegeten bij de McDonald's. Uitkijken voor die lamp. Wij gaan weer verder. Waar gaan we heen, Tino? Naar Walibi. Walibi, echt zin in. Kom maar naar Walibi. Oh, we gaan achteruit. Laten we gewoon zitten. We gaan lekker met de auto. We gaan naar de Albert Heijn. We gaan Coca-Cola halen. Want ja, wat vind je nou van de nieuwe Kev Reis Blues? Oeh. Oh, dat is zo mooi. We hebben Kev Reis Blues, mensen. Wil je die nou bestellen? Linkje in de beschrijving. Ja. Kan hem vanaf morgen bestellen. Morgen bestellen. Ja, even benzine gehaald. En nu gaan we naar de Efteling. Ja. Yeah, let's go, yeah. Let's go with the flow. Ja hoor mensen, we zijn eindelijk aangekomen in de Efteling. En gelukkig staan we heel dichtbij de ingang. Gelukkig staan we heel dichtbij de ingang. Ja. Deze moet ik toch gewoon de vliegtuig nemen naar de... Dat is niet normaal. Daar is de ingang mensen. Daar. En wij staan... Hier. Ja, op de 5000ste parkeerplaats. Ergens achter. Dus mijn auto op slot. Ja, hallo. Ja, we gaan even een dagje naar de Efteling. Maar we gaan echt maar heel kort. Echt gewoon letterlijk. We gaan een rondje Loonse Land. Wilden we doen. Want daar zijn we letterlijk nog. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben ook nog nooit in Bosrijk geweest trouwens. Dus dat gaan we even doen. En misschien een rondje door het park. Misschien even single rider. Symbolica Park of zo. Of een beetje rustige attracties af. Maar ik denk niet dat het heel erg rustig is. Want we staan letterlijk gewoon op een parkeerplaats. 10.000 meter van de Efteling af. En daarna gaan we naar de kermis. Kevin, de volgende. Er staat hier gewoon een lesauto. Kevin, what the fuck? Een lesauto hier in de Efteling. Hé, hey, dat is een leuke les. En we gaan eventjes naar de parkeerplaats van de Efteling rijden. Ja. Kevin, de volgende vlucht naar de Efteling gaat over 5 minuten. Moet wel een beetje doorlopen. Ja, we moeten even oplopen. We gaan zo vertrekken. Ready for take-off. Kijk mensen, dit is de Vata Morgana loods. Kijk mensen, je zou denken, het is allemaal illusie, het is allemaal hartstikke mooi, Fata Morgana. Maar eigenlijk, want iedereen is altijd zeur over symbolica, dat het zo'n loods is. Fata Morgana is precies hetzelfde zoals je ziet. Het is gewoon één grote loods. Aan de voorkant hebben ze een paar van die torentjes gezet, zodat het er mooi uitziet. Alleen het verschil is dat bij Fata Morgana zie je dat bijna niet, omdat je nu helemaal via Loonse Land moet lopen om daar dit te kunnen zien. Maar in het park... Ja, dan loop je overal fietsen, natuurlijk, Kevin. Daarin. Maar hier moet je dus helemaal hier naartoe. En in het park zelf zie je niet die loods, dan zie je gewoon een mooie voorkant. Maar oké, we zijn dus nu op weg naar... Loonse Land. Efteling, Loonse Land, die kant op. Ik ben hier dus nooit op geweest. En ik vind het tot nu toe echt gewoon een soort van bosachtig iets. Centerparks iets. Nou mensen, dat is het hotel. Dat ziet er wel echt netjes uit. Heb je dat? Ja, vind ik ook wel. Mooi? Ja, nou gaan we hier verblijven vannacht. Dit is het speelterrein. Dit is ons speelterrein vandaag, mensen. Natuurlijk speelterrein. Ja, zullen we daarheen gaan? Speelterrein. Ja, ik vind het echt leuk. Dus dat tenminste geen wachtrij voor. Nou, het is toch niet te geloven, mensen. Het Loonse Land. Hierachter, mensen, ligt gewoon serieus de Efteling. Je kan het hier misschien niet echt tussendoor, maar hier is het Piranha. En dan daar zit Ruigrijk. En je hoorde net al zelfs maar de bron. Je hoorde de ping, 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 weet je wel. Nou, we gaan nu... We zitten nou op een loopbrug. Oh, joh, dat veert echt goed door. Nou, Gino heeft gewoon voorbereidingen getroffen. Gino denkt, weet je wat ik doe? Ik trek gewoon alles uit. Nou, zijn schoenen. Je bent een leuk. Doe het. Nee, doe maar. Doe je best maar.
Tino, arme poten. Tino, dit gaat echt niet goed. Schiet op! Dit kost, me, gaat er ook op. Dit kost mij zoveel MB's. Ja, ik ga wel mee hoor, maar ik ga... Oh mijn god, dit is zo eng. Gast, dit is fucking eng. Tino gaat hier overheen springen, gaat fout. Doe het! Ja, haal ik wel. Haal je wel. Ah, lekker bezig. Nou Quincy, die gaat sowieso op z'n wel. Doe het nog een keer. Moet fout gaan. Ga steeds een stuk verder. Nou, maar hier heb ik geen aanloop. Lop. Lop. Nou, kijk het hier dan. Doe het. Okay. Doe het. Je kan het. Nou daar. Ah! Ik snap een kut, Stan. Stan! Gaat die helm ons praten hoor. Schiet op. Woe! Je voelt dat druk staan er nog in. Schiet op. Dit haal ik nooit. Jawel. Dit haal ik nooit. Doe alsof de bosjes zijn. 1, 2. Ja hoor! Woe! Ah! Ah! Stijtje. Hij is zo slim idee. Hij is zo nat. Ja, maar jij hebt gewoon een korte broek aan, weet je wel. Dus, Oké, Tino was zo'n slim idee om in het luil te springen. Doe het. Ik zou het zo doen met dit weer. Het is echt gewoon... Het ging al een beetje daar, dan kan ik er snel uit. Gewoon 30 graden hier. Ik tel al. Ja, 3, 2, 1. Nee. Oh, stopt er mee. Oh, ik denk je gaat via je buik zo erin. Ik ben zo nat. Ik denk, nee, jij maakt echt zo'n... Oké, ik ga nu weer zitten. Is goed, Henke. Ik ga maar zo omkleden. Nou, spectaculaire beeld hoor, dit. Wauw. Nou, we staan nu in de rij voor Symbolica. Zoals je kan zien is het bijna. We gaan hier gewoon naar huis hoor. Hè? We gaan hierna gewoon naar huis. Ja, we gaan hierna, gaan we hier denk ik waarschijnlijk weer weg. Wat hebben we vandaag gedaan? Naar de kermis. We hebben letterlijk gewoon, jullie hebben ook niks meer gezien van het Loonse Land net. Maar ik vond het Loonse Land oprecht tegenvallen. Ik vond het echt gewoon niet wat ik ervan had verwacht. Ik had wel verwacht dat het wel echt wel een beetje mooi zou zijn, weet je, met de water en zo. Het water was gewoon vies. De kinderboerderij, er stonden letterlijk drie schapen, 3 geiten, that's it. Er was daar een glijbaantje wat gewoon niet veilig was. Als je er afgeleed, dan was niet eens een uitglijbak of zo. Je pleurde direct in het zand. Dus dat kan pijn doen. Je had een klein uitkijktorentje, dat de hotels zijn er niet eens in geweest. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ze hadden dat terrein veel beter kunnen gebruiken en gewoon voor attracties, et cetera. Nou, we gaan nu dus in Symbolica. We verwachten een single rider wachtrij. Wil je nou in Symbolica, raad je aan een single rider wachtrij gaan staan. Want dat is meestal echt maar een half uurtje maximaal wachten. De normale rij is echt gewoon 1,5 tot 2 uur. Dus ja, dat. En het is echt bloedje heet. Dat is niet normaal. We zijn eigenlijk wel net om 3 uur de Efteling ingekomen. Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels.
Mensen, nog even een rondje in de Fata Morgana geweest. Jullie hebben het niet kunnen zien. En waarom niet? Omdat ik simpelweg... Ja, weet je, ik heb het al eerder gezegd in vlogs. Ik weet nooit iets te vertellen in de Fata Morgana. Het is een beetje... Fata Morgana is goed gezien. Ja, een soort van inspiratieloos iets. Maar wat wel leuk is om te vertellen is dat we nu naar de kermis gaan in Helmond. Dus ik denk dat... We zijn een uurtje hier geweest. Dus, We zijn echt letterlijk gewoon de kortste Efteling bezoek ooit voor mij. Maar simpelweg, zoals ik al zei, het is gewoon... druk en we willen naar de kermis in Helmond en het is nu al 3:30, dus het is niet zo heel veel nut om nu nog wel 1/2 uur tot 3 kwartier in de wachtrij te gaan staan. Nee. Toch? Nee. Maar ja, we hebben natuurlijk een symbolica. Kijk hoe lelijk het hier ook is, hè? Helemaal groen. Dat maar, komt al. Ja, ik heb er geen idee. Allemaal geïnspecteerd is door de waren in het huis. Ja, maar we gaan in elk geval door naar de kermis in Helmond. Leuk. Nou, mensen, erg leuk. Sta je zo voor de ingang, dan zou je denken, hey, parkeerplaats, lekker dichtbij. Nee. 1,5 jaar lopen. Helemaal daarheen lopen. En gewoon 1,5 uur. Je hebt aan het begin van de vlog kunnen zien. Dat is letterlijk gewoon ongeveer 10 minuten lopen. Nee, het was 10:00 AM. Hè? Het was toen 10:00 AM toen we aankwamen. Ja, mensen, ondertussen aangekomen op de kermis in Helmond. Dat zijn heel gek, hè? Experience. En hier, waar ik dus straks met Zino inga in de Air Race Bungee. Waar vorig jaar wat ongelukken mee zijn gebeurd, namelijk die elastieken die afgebroken waren. Leuk, leuk om te weten. Om... Gaat het weer gebeuren, zei Dries. Gaat het weer gebeuren. Joël is er ook bij. Hi. Dat is het broertje van Gino. Kijk, dat kun je gewoon zien. Allebei net zo lelijk. Nee, grapje. Ik hou van Gino, dat weet ik ondertussen wel, hè. Gino is mijn maatje. Mijn beste maatje, mijn goeiste maatje. Mijn goeiste maatje. Die ik nog één keer heel hard ga paybacken. Nee. Jullie hebben al zulke leuke inzendingen gedaan. Weet je nou nog meer inzendingen? Stuur een mailtje naar kevrijshirt.com. Is goed, hè? Nee, is goed, meid. Nou, geen idee waar we ingaan. We zien het wel. Het is voor nu nog lekker rustig. Dus we gaan het zien hier op de kermis in. Ja, oh bol. Ja, mensen, de skatejumper, daar haal je hem weer. Hetzelfde als in Best waar we vorig keer waren. En zoals ik toen ook al zei, is een hele leuke attractie. Hij is ook net geresteld, zoals je kan zien. Top attractie. We gaan er zo waarschijnlijk in. We zijn in. Ook daar, Yellow. Zie je pas muziek, mensen. We staan hierbij. Lost. Wat is Lost? Lost is een soort escape room iets geval. Geen idee. Maar kijk, het is gewoon Chiapas muziek. Nu zijn we in Disneyland. Kijk mensen, hier heb je weer Rockdance, de Future Dance. En die stond vorige keer in Moerdijk en ook vol in Helmond. 1 week later, we gaan erin. Ik ga met Quincy, jij wil heel graag bij mij. Ach, maak ik die jongen ook een keertje blij. Die wil heel graag bij mij erin. Oké, mensen, het is de eerste keer dat ik ga vloggen met mijn telefoon. Mijn peperdure nieuwe telefoon in een breakdance. Oh. Ik vind het doodeng! Holy fucking shit! Oh. Dat vind ik zo niet fijn, hè? Oh my god! Lekker hoor! Lekker in de breakdance, de future dance, let's go! Let's go, baby, let's ride it! Time. Let's ride it! Oh yeah! Oh yeah, baby, let's go! Let's go. Echt niet geen zin in dit. Ik heb zo geen zin in. Waarom zijn we hier ingegaan? Je vraagt naar papa. Ik heb geen idee. Oh, nou hoor, volgens mij. Oh nee. Let's go, ik heb hier zo geen zin in. Ik vind het zo verschrikkelijk, hè? Ik ga gewoon nog braaf. Nou gaat hij al in. Wat zo? Ik kan niet meer. Oh, dat is zo eng.
filmen. Zo filmen. Filmen. Doe even je ruststand of zo. Ja, godverdomme. Wat een lul dat je bent. Lul dat je bent. Hier zijn de pootje. En men. Leslie in de house. Leslie is echt mijn second love. Ja, Leslie. Als ik hetero was geweest, had je het wel geweten. Maar in elk geval, wij komen zetten uit de breakdance. Je hebt het een klein stukje kunnen zien. We hebben letterlijk daarna alleen maar één en dezelfde slag gehad in die attractie. Waardoor je dus eigenlijk gewoon... Het was gewoon echt een kutrit. Ik heb nog nooit zo'n slecht rit gehad in een breakdance. Terwijl, de breakdance hier, de Future Dance, is een fucking goede breakdance. Maar ja, degene achter de knoppen, het was een vrouw, die heeft het dus niet goed gestuurd. Maar ja, goed. We gaan nu naar een volgende attractie. Oh, hè, wat? We zitten nou in Napel. Ook de bus, mooi de bus. Turbo Fleet, met schoontje. Ja hoor, het is gewoon een soort spinnencoaster, maar die ga ik worden. Ik ben er vorige elke keer geweest in Beert en ik vond het verrassend leuk. Maar wij hebben nu geluk, want je hebt hier op de kermis van die muntjes ofzo. Als je in Helmond woont, voor je een of andere gevaaractie, een euro kort in, ook bij die Jumbo. En nou ja, Sino heeft een hele voorraad, dus elke ritje kost ons maar 1,50 euro. Dus ja, voor 1,50 euro, weet je. Ja. Wat duurt dit lang? Ga naar boven met die dingen. Want het duurt gewoon te lang. Oh, ik heb gewoon mijn zonnebril erbij op. Hé, ga naar Thermopath. Ik ben bang dat ik hem laat vallen. Stoot je nou je koek? Oh, mijn haar. Oh, bijt je haar dan? Mijn haar dan. Je haar dan.
zonnebrillen. Altijd weer die zonnebrillen. Hij laat gewoon zijn ding fleuren uit dat ding. Hij laat zijn ding fleuren uit dat ding. Hou je bril beet. Dat was zo met die mensen en oprecht. Je hebt het kunnen zien, ik heb oprijden laten filmen. Ik durfde even niet omrijden te filmen. Om het simpele feit. Ik was serieus bang dat ik hem liet vallen. Ik heb een camcorder nu niet mee. Maar je hebt een beetje de impressie van hoe zo'n ding is natuurlijk, uiteraard. Je kan ook een onrijd vinden op mijn kanaal. Maar dit is echt, mensen, qua Nederlandse attracties, is het echt een van de allerbeste. No joke. Zo goed, zo vet. Vorige week ook natuurlijk op Propeller. Wat officieel geen Nederlands meer is. Maar anders zou ik dit echt de beste vinden. Hoe dit er helemaal uitziet. Geweldig. We gaan door naar de volgende attractie. Mensen, Paul en ik hebben besloten om in de spinning coaster te gaan. Het leuke is, Leslie en Eertje en alles zitten daar boven. Hoor je ze gillen? Nee. Je kunt ze daar zien. Waar is Paul? Oh, dit zijn allemaal haarspelbossen dit. Fuck! Het is maar goed dat ik die vervel goed strak heb gedaan. Het is heftig. Mijn bril gaat bijna af. Ik ga met Quincy hier niet in. Actors, hij is een beetje misselijk voor de van. De brakers en de police. Brakers en police. Twee kutapparaten die gewoon niet lekker draaiden. Spinnencoaster en de pharmacie daarentegen wel. Ik ga zo met Paul hierin. Ik ben hier één keer pas in geweest. En toen voelde ik hem echt heel eng, serieus. Want die beugel, kijk, het is helemaal zo. Je hebt geen gordel, dat ziet er heel verkeerd uit, maar je hebt geen gordel, je zit er bij je beugel. Dus het is enkel en alleen de beugel die je moet gaan vertrouwen. Bij de buis? Bij deze. Dus als die los ziet, dan vlieg je weg. Weer weg. Ja, daar gaan we in, hè. Dat is, ja. Ja, blijkbaar. Ja, heel erg. Everybody's talking about exponential growth and tomatoes and healthy, got a healthy. Yes, yes, let's go. Go, I'll be sitting here.
Oh, babies. Let's go, let's go, let's go. Let's ride it down. Whistery dance. Ja, ik ben Vida Christa en dit is Paul. Snap je? Ja, wij nemen het kanaal over. Ja, wij zijn Vida Christa en Doe Cat Rijd. En ja, oliebollen. Nou mensen, wie survived dit? Wie survived dit? Jammer hè, jammer hè, maar wie survived dit? Hoe voel je dat? Hoe voel je dat ik ben? Ze zaten ons zo te kutten. Ze zaten af en toe fijn. Mooi. Van mijn niks, weet je wel. Ik gil als een gek. Ja, ik heb echt zo'n moment. Want je kunt het echt maar horen in die speakers. Ja, je hoort ons gillen in die speakers. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit zal. Ja. Mijn haar, what the fuck? Zo droog in de attractie zitten. Mongol. Mensen, we zitten in de Jumper Jumper. Ik heb Leslie in de house. Oh ja. Ja, Jumper Jumper. Ondertussen Skate Jumper. Hij is leuk. Vorige keer vond ik hem wel minder leuk. Want de beugels zitten een beetje los. Dus ik doe het eigenlijk goed strak. Hij moet even opladen hoor. En die attractie ook trouwens.
Jij snapt hem of niet? Jullie snappen hem allemaal niet. Jullie snappen hem niet. En als je hem wel snapt, zet maar niet in de reacties. Of zet maar in de reacties of je hem wel snapt of niet. Hou maar voor je. Hè? Ja, we hebben een soort G-kracht naar voren. Ze hebben hier van die hele aparte huizen. Dat zijn van die kubushuizen. Echt lelijk. We zouden maar in wonen. Verschrikkelijk. Je hebt ze ook in alle toverdrinken, hè? Alle tovernegers. Je hebt ze ook in Rotterdam en heel veel van die dingen. Oh, we zijn helemaal boven. Je kijkt zo de afgrond in. Leslie is helemaal knetter. Oh, die zit daar zo droog in, hè? Oh my god. Ik ga nou al dood van het lachen. Ik ga serieus echt dood van het lachen hierin. Ik vind het zo grappig, hè? Oh my god. Ik wist dat de potje nog is. Lunch! Zo! 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 Woo! De beugels aan mijn ogen! Oh, die beugels! Oh, ik ga zo dood! Ik word zo misselijk, even no joke. Ik begin misselijk te worden. We zien waarschijnlijk ook de laatste pasje die we doen, hoor. Helemaal dood hierin, hè? Oh my god. Hey, dit is net een soort van Primo Primo Tico, ja, hè, wat? Wij zaten vorige keer, we zaten in Tico. En ik zeg elke keer ja. Dat is nou echt een Primo Primo van mij en Tino. Maar Leslie zei zo van ja, maar ik heb geen Primo. Ik zei ja, dat is gewoon Tito. Hou je Tito mee, ja. Praat, praat. Yes. Ik weet niet waarom, maar ja, hij spint wel leuk. Hij spint! Ja hoor! Zijn we nou de final? Zo. Nightmare!
blijven botten. Hij was heftig. Ik zag hoe op een gegeven moment zit hem eentje. Ja. Hij gaat hem eens draaien. Jammer voor je. Ik draaide zoveel rondjes, ik ben echt gespeeld. Ik sta helemaal te shaken, want ik ben nog geen misselijk te worden. Ja, en die van mij is echt heel heftig zo. Nou mensen, dan hebben wij weer, zoals je ziet, draait hij nou wel echt lekker. Goeie muziek, goed showtje. Er zit iemand anders achter de knoppen. En ja, daar zitten ze, Leslie en Paul. Nou wordt er wel een leuk showtje gedraaid. En nou zit ik er niet in. Ik kan zeggen, ja, ga je nog een keer. Maar ja, ik word een beetje misselijk nu. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Ik zou bijna gewoon nog een keer willen gaan. Ik ga er even over nadenken. Ja, weet je. Ik vond hem net een beetje zo slecht draaien dat ik zoiets had van ja, moi. Jammer. Jammer hoor. Dat breekt de hand. Oh, Missy! Wat leuk! Ik ben ineens hier geweest. Ja, superleuk. Ik ben echt broken dat ding. Oké mensen, we hebben hier een heel erg gekke beslissing gemaakt. We gaan namelijk hierin. Ik denk dat ik ga houden en dan ben ik in paniek aanvallen naar dingen. Als je mijn reactie nog kan herinneren van vorig jaar, 2 jaar geleden, ik weet niet eens meer wanneer het was, 1,5 jaar geleden, ben ik met Joris hierheen gegaan. Jij gaat wel filmen, hè? Ja, we willen allemaal dat ik voorop ga lopen. Kevin, loop voorop! Dat gaat het gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Ik wil niet. Ik ga een paniek aan het krijgen. Kut. Oh, we gaan met de filmpje kijken. We gaan een vaste video hiervan maken. Ik wil niet achteraan en niet voorop. Want ik krijg een paniek aan het krijgen. Paul? Ik ga niet voorop. Dan gaan we al met z'n tweeën voorop. Eén ding. Als iemand voorop loopt, is het Kevin zelf. Ik ga niet voorop. Dat is nu al gezegd. Ik ben gewoon serieus nu al bang. Ik loop niet. Ik ben serieus, ik ga huilen. Gaan jullie voorop? Wat? Gaan jullie maar voorop. Nee! Ga maar voorop. Ja, dank je. Succes. Oh, ik ga zo. We hebben hem. Waarom even wachten? Nee! Jullie willen met z'n allen? Ja, met z'n vijf. We zijn maximaal 5. Wij dachten vanaf, we laten hem al voorop lopen. Ik ben echt niks. Ben ik al begonnen? De deur gaat nou al dicht, weet je wel. Ja, precies. Wij zijn bang. Wij zijn bang. Wij zijn al te binnen, hè? Niet? Nee, we mogen niet meer. Dat mag niet meer. Heel veel problemen doen in vorig jaar. Wat zit er dan binnen? Alles is een snapbootje dat tegenkomt. Oh, er zijn geen acteurs binnen. Oh, er zijn geen acteurs binnen. Wat ben je? Er is iemand naar beneden gevallen. Ja, van de trap, hè? Van de trap. Met zijn hoge paardje van de trap. Oh, er zijn geen acteurs binnen. Ik denk dat het naar het bed gaat. Ik wil een kaartje hebben! Ritchie! Ritchie, heb ik kaartje! Wordt even moed tegensproken, weet je, als vorig jaar een meisje naar beneden gevliegd omdat van amateur. Hey, jij geeft erop toch? Wat, mogen we al? Ja, jij mag. Je mag gewoon. Ik wil niet. Oh, het is hier zo donker. Nee! Oh nee! Woe! Hi. Ja, nog een stukje. Ja, ik spreek weer een verhaaltje. Ja? Ik haal van jullie naar binnen, ja? Goed hoor. Oké, maar ik denk dat dat ding ineens... Animatronics, weet dan al je punt wel. Oder, ik hoor euch. Ja, ik ben bij jou. Is beter dan punt wel. Oh jee. Is beter dan punt wel. Nou goed. Geleerd beven houdt je beleefd. Den Sturm habt ihr auch noch überstanden. Sorry, noch mehr.
werdet ihr nicht entkommen. Willkommen in Taro. Nehmt euch in Acht, was ich noch für euch vorbereitet habe. Denn mein Finale wird kommen und ich verspreche euch, ihr werdet mich nicht vergessen. Geht jetzt weiter. Ich warte auf euch. Ich ga hier door de grond heen. Nee! Ja, dit is achterom, weet je wel. Ja, is goed. Waar moeten we heen? Ja, hier waarschijnlijk. Dat is gewoon de deur, dat is gewoon geen. Oh, het is gewoon de deur. Oh, my fucking god. Nee, ik ga niet achterom. Hoe kan je worden geschikt? Nee, ik wil niet voorop lopen, ga weg! Oh, er is hier een trap, ik zweer het je. Daar is vorig jaar een meisje vanaf getikt. Ach, toen. Kevin, loop door. Ja, ga door. Ga voorop lopen dan. Nee, ik ga niet voorop, Kevin. Oh, ja, voorop. Nee, echt niet. Boy, is mij echt ga voorop lopen. Nee. Nee. Ga voorop. Ik hou je vast, Kevin. Nee, ga weg. Ga lopen. Kom, we gaan samen. Je brengt zo de kutattractie door. Ja. We gaan op die kutattractie. Nee. Kevin, ik pleur echt die trap af. Ik ben zo slecht van die jeugd. Ik zit daar aan de hand. Hè? Er loopt daar serieus iemand. Ja. Ik denk wat daar hangt dan. Wow! Oh my god, heb je iets gezien? Holy fucking shit! Kevin, loop even. Waarom gaan we hier dan? Kevin, ga! Oh, dat is een kut! Oh, wie is van de tering geholpen? Oh, jullie zijn zo kut! Ik zag het op mijn hand. Ga weg! Ja! Nooit meer. Maar ik vind het erg. Ik ga schuiven. Ja. Waarom zijn we hier doorheen? Hoezo? Hoezo gaan we hierin? Hoezo gaan we hierin? We gaan gewoon gaan lopen. Nee, daar hangen nog meer doeken. Wat? Dat was helemaal niet. Heel erg. Oh, nee, ik ga weg. Er staat daar iemand hoor. Zijn die mensen? Waarom loop ik weer voorop? De tweede camera uit. Hè? Nee. Ik vind het echt niet leuk dit. Oh no. Waarom? What the fuck is dit? Is het echt water? Ja, dat is toch echt water ook? Ja. Dus dat is wel. Ja, dat is gewoon een trend. Ja, ik pleur jou zo in het lel. Let hem op. Ik wil hier weg. Eigenlijk is het niet zo eng eigenlijk. Ja, maar ga. What the fuck? Zo, avonturiers. Jullie hebben het al ver gebracht. Heel ver. Maar de schat is nog niet gevonden. Heel jammer. Heel jammer. Ja, dit gaat bewegen zo. Nu jullie al zo ver zijn geraakt. De vloek is ontwaakt. Ga je weg. Oh, toch? Ga je weg naar de uitgang. Thank you.
niemand in, daar zat niemand in. Nou, mensen dan komen. Nooit meer. Alhoewel. Er mag dus niemand meer in, want er mogen geen acteurs meer in, omdat er iemand van de trap op was gevallen. Ongelukkig met je beurt en zo, Freddy. Ja, ik ga er maar ook in. Ja, in mijn eentje. Met meiden halen me over. Nou, veel plezier, hè? Dankjewel. Nou, toen was hij er nog maar in zijn eentje. Ja, zou je denken, huh? Geen afsluiting. Ja, dit is de afsluiting, mensen. Heel, heel professioneel. 2:05 is nu. Ik ben eindelijk thuis aangekomen. Wauw, ja, ik zit nog in mijn auto, maar hier, ik heb zelfs mijn goede mok om, joh. Ja, mensen, ik ben weer thuis. Het was een fucking gezellig weekend. Jullie hebben alleen eigenlijk de zondag gezien. Ik was de zaterdag, was ik dus 9 Pleinenstein. Heb ik niet gevlogd. Was echt gewoon super gezellig. Lekker weer op de kermis geweest. En zoals ik ook al had gezegd, mensen, binnenkort komt dus de Tilburgse kermis en de kermis in Düsseldorf eraan. Dus er komen nog super veel vlogs aan, mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten in elk geval van deze vlog. Het was heel erg gezellig. Geef natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Ja, en ik heb mijn grootste angst weer overwonnen. Mensen, de Bungie en Das Omen. Oh my god. Mensen, like en subscribe. Abonneer op CavRides. Doe het nu. Koop je t-shirt. Het kan nog. Je kan een CavRides t-shirt kopen. Je kan een CavRides zonnebril kopen. Schaamteloos zelfpromotie. Informatie staat in de beschrijving. Als je dat wil. I survived it. I hope you survive it too. Bye bye. En like en subscribe. En dat heb ik al thuis een keer gezegd. Doei punt. En de groetjes aan je moeder. Want dat vindt ze leuk. Dag hoor. Hoe gaat dat ding uit?